Welkom bij mijn nieuwe vlog. Op het moment dat de diagnose Alzheimer of een van de andere vormen dementie gesteld wordt, gaat daar vaak een hele periode aan vooraf. Vaak jarenlang dat mensen merken er gaan geleidelijk steeds dingen anders. En juist doordat men dat merkt, wordt gezocht naar een diagnose. Maar in die periode voorafgaande aan de diagnose zijn er daardoor heel vaak spanningen, onbegrepen momentjes naar over en weer, irritaties, waardoor de spanningen fors kunnen oplopen. Ik merk als ik praat met mensen met dementie in hun directe familie dat de diagnose heel vaak een dubbele betekenis heeft. Enerzijds van, we kunnen eindelijk plaatsen wat zich de afgelopen periode voorgedaan, maar anderzijds, gadverdamme, het is die rotziekte. Op het moment dat de diagnose gesteld is, heb je als familie, als partners onderling nog jaren met elkaar door te brengen en heb je elkaar keihard nodig. Daarom is het van belang om even stil te staan bij dat markante moment en eventjes excuses te maken over en weer voor al die irritaties en die vervelende dingen in die periode voorafgaand aan de diagnosestelling. Ik merk dat zorgverleners zoals artsen, case managers dementie, wijkverpleegkundigen, huisartsen, dat die onvoldoende oog hebben voor dat er op dat moment het goed is om er even een nieuwe start te maken, een nieuw begin voor de komende jaren. En ja, creëer dus een goedmaakmomentje.